Hallo allemaal en welkom weer bij een nieuwe vlog. Wat gaan wij vandaag doen? Naar buiten. Ja. Ja, naar buiten, eindelijk. Het is namelijk 58 dagen geleden dat wij voor de laatste keer buiten zijn geweest. We zijn tussendoor nog wel 2 keer bij mijn schoonmoeder geweest. Maar toen zijn we in de auto gestapt en gewoon daar weer uitgestapt en naar binnen gegaan. Maar het is 58 dagen geleden dat wij lekker buiten hebben gewandeld. Hè? Ja. En dat is echt te lang geleden. Vinden jullie ook niet? En we gaan ook ijs halen. Ja, vandaag. Als de winkel open. Ja, vandaag gaan we lekker naar buiten. Gaan we lekker wandelen. Lekker genieten van het zonnetje. Ja. Lekker een ijs halen. We mogen als de winkel open is. Ja, ja, dat komt wel goed. We mogen niet naar de speeltuinen helaas. Maar dat geeft niet. Wij zijn al lang blij omdat dat we eindelijk naar buiten mogen. Omdat is een park is corona. Ja. Ja, stomme beetje corona, hè? We vinden het niet leuk meer, hè? Ja. Dus we gaan er vandaag een gezellige vlog van maken. En ik hoop dat jullie ervan genieten. Oh, wat gaan we doen? Naar buiten. Hebben we er zin in? Ja! Eindelijk, hè? Ja. Aras? We zijn lekker aan de wandel. Het is echt super lekker weer. Je moet dus blijkbaar een masker op. Maar ik zie heel veel mensen die daar gewoon een beetje maling aan hebben. En ik zeg je eerlijk, ik heb bij mijn kinderen ook geen masker op gedaan. Omdat ik vind dat zij gewoon moeten kunnen genieten van het feit dat we buiten zijn. En niet van dat gekke maskergedoe wat gewoon geen zin heeft. Als je mij vraagt. Het is alleen maar vies. Ze raken alles aan. Dan gaan ze in die maskertjes zitten. Dus voor mij hoeft dat niet. Maar ik zie dus dat veel mensen dat ook niet doen. Maar het is in ieder geval lekker. Ach, de geur van de bloemetjes en alles. Echt super lekker. Miraj, vind je het lekker uit? Heb je daar je zin? Wat heb je daar? Wat drink jij? Mag ik een slokje? Oh. Limonade. Die hebben we heel lang niet gekocht, hè? Nee. Kaffee. Oh. Nisa, ja. Vind je het leuk? Ja. Ja? Vind je het lekker weer buiten zijn? Ja. Thank you.
kijk, mensen gaan gewoon lekker zitten. Wel allemaal een stukje uit elkaar uiteraard. En familie bij familie, maar mensen die genieten er in ieder geval lekker van. Lekker buiten alleen, hè? Ja. Goed zo. Wat is dat, jongens? Kapoomba. Mama, hoe goed dat? Ben kapoomba. Je bloed lag te atten. Zo kut. Zo, die gaat snel weg. Zie je dat? Oké, we liepen net op de strandweg en toen zagen we heel veel mensen op het strand. Toen kwam de gendarme langs en die haalde alle mensen van het strand. Toen liepen wij gewoon door. Een stukje verderop werd dus gezegd dat wij dus niet op deze weg mochten lopen. Dus we moesten naar de andere kant toe. Maar daar was het heel erg druk. En we lopen nu weer richting huis. En we lopen nu dus door de stad heen, de straat. Maar het is zo verschrikkelijk druk, het is gewoon niet normaal. Hoe kan je hier in godsnaam 1 meter afstand... Nou ja, 1 meter, dat kan nog niet eens eigenlijk. Eigenlijk moet je natuurlijk 1,5-2 meter. Maar dat kan gewoon niet. Ik vind het echt heel erg bijzonder. Ik snap ook niet waarom je niet gewoon op de strandweg mag lopen. Ik denk omdat de gendarme bang is dat je dan... hoe heet dat? Dat je het strand oploopt. Ja, ik moet ondertussen echt heel erg goed opletten waar we allemaal lopen, hoor. Maar er zijn dus ook serieus gewoon mensen die in de rij staan om te gaan winkelen. Nou, en dat vind ik dus wel echt heel erg bijzonder. Wij lopen gewoon een stukje, maar er zijn dus mensen die echt gaan winkelen. Nou, en dat vind ik dus wel echt heel erg bijzonder. Wij lopen gewoon een stukje, maar er zijn dus mensen die echt gaan winkelen. Jij het buitenschap, ben je blij? Ja. Heb je een beetje genoten? Ja. Ben je wel moe van het lopen? Ja. Ja, hè? We hebben heel veel gelopen. Nou, papa zei dat we 6 kilometer hebben gewandeld. 6 kilometer. Ja. Dat is heel veel, hè? Heel warm. Nou, het is erg warm. Ja. Heel warm. Oké, ik ben gewoon toch even bij het parkje gaan zitten, hoor. Dat naast ons gebouw zit. Speeltuintje. Want Meert was zo verdrietig. Ik was helemaal aan het huilen dat hij daar niet naartoe mocht. Dus ik laat ze gewoon. Ik vind het goed. Moet toch kunnen. Ze zijn zo lang binnen. Ik snap het wel. Het arme kind. Dus ik zit hier gewoon op een bankje even lekker. In het zonnetje. Ook niet verkeerd. Wat heb je daar? Een slak. Zo, Boes. En? Ben je moe? Ja. Heb je pijn in je voeten? Pijn in je benen? Ja. Ja? Maar vond je het wel leuk? Ja. Het is warm, hè? Ja. En jij? Heb je pijn in je benen? Nee. Oh, net zei je nog van wel. Hè? Ben je moe? Nee. Nee? Vond je het wel leuk? Nee. Au ja. Oh. Gekkie. Zo, we zijn bijna thuis. De kinderen zijn moe. Helemaal top. Ik heb trouwens ook last van mijn benen. Maar we hebben nu, zeg even 2 uurtjes gelopen. En het is gewoon... Je merkt gewoon dat je gewoon geen conditie hebt, totaal niet meer. Dus deze 2 uurtjes waren wel lekker. We konden nergens zitten, we konden niks doen, echt alleen maar lopen. Maar ja, hè. Het was wel even lekker. Zo, we zijn weer thuis en de kinderen zijn nog even op het balkon aan het spelen. Ik zie trouwens ook dat ik lekker verbrand ben. Ik
krijg je ervan, hè, als je zo lang al binnen zit en geen zon ziet. We hopen natuurlijk dat het weer snel voorbij is en we weer elke dag kunnen genieten. Maar voor nu moeten we het hier even mee doen. En kijken we uit naar volgende week, woensdag. Ik hoop in ieder geval dat jullie dit een leuke video vonden. Vergeet natuurlijk niet te liken en te abonneren op ons kanaal. En dan zien jullie mij de volgende keer weer. Doei!